jou toch? Gisteren had iemand zelfs hier een compleet toelichting. En, en dan vroeg ik, ja, nou ja, mag ik dit wel online zetten? Oh, dat vond ik helemaal niet. Dat is niet fout. Online houdt in gewoon via de website een naam. De naam daar. Nou, kunnen we om deze beginnen. Jouw terugtocht gisteren vanuit Oostenrijk. Nee, ik vind met name de afwisseling in verftoets, wat de laatste tijd gewoon al een beetje jouw ontdekking is. Dat voegt veel toe. Met fijne dingetjes werken, soms even weer heel transparant, soms even weer dekkend. Grote toetsen, kleine toetsen. Kleurgebruik iets minder expressief dan dat je wel eens hebt gedaan, waardoor het ook wat meer eenduidig wordt. Nou ja, wat ik al zei bij deze, ook een stokje van die EVG trouwens, om de hoogte van de sneeuw te meten. Ja, ja. Ja, nou ja, dat vond ik juist het leukste detail. Oh, okay. Nou, ik had het niet moeten sneeuw nog bijwerken, dus dat stokje komt er ook mee. Oh. Ja, je komt nu bij een soort thema terecht. Wat is heel erg leuk van zo'n foto? Het verhaal wat jij erbij vertelde, dat dus nu er geen sneeuw ligt en dat dat een meetstok was en dat de sneeuw zo hoog kan liggen, ja. Dat maakt in die zin het verhaal. Aan de andere kant gaat het natuurlijk hier over jouw hele snelle vertaling, want dat heb je in no time geschilderd. Ja, dat is de pauze. Wat ik zelf heel moeilijk vind van dit soort afbeeldingen ten opzichte van iets waar gewoon heel veel al gebeurt qua structuur en qua lijntjes enzovoort. Daar kun je gewoon op reageren. Dat bij zulke grote vlakken het veel moeilijker is om een interessante afbeelding te maken. En daar ben je, vind ik, wel heel goed in geslaagd. Met name ook zo'n dak. Dat is gewoon met een lekkere grove penseel. Goed donker in één keer opgezet. Ook op goede punten even goed scherp gehouden. Ook hier die raampjes goed scherp. Ook dat vlak. Er gebeurt net genoeg. Ook even die lijntjes, schetslijntjes misschien. Of zijn dat wat zinnige lijntjes? Deze? Dat zijn schaduw, beetje. Nee, maar ik bedoel, had je die van tevoren getekend of is dat nee, gewoon... Nee, ik heb niks van. Ik heb hier niks gewoon ingekrast een beetje. Nee. Nou ja, heel subtiel is zo'n vlak wat best wel saai kan zijn, toch heel nou ja, levendig geworden. Zonder af te leiden. Nou ja, ook hoe je sneeuw, wat daar dan nog wel een beetje aanwezig is, op een hele snelle manier interpreteert. Weer met een andere toets. Nee, gewoon lekker schilderij. Voor dus de globale grote vlakindeling die hij ja, als aanleiding al heeft. Vind je dat je al klaar bent? Nee, ik vind het wel mooi. Ja. Dan heb ik zo'n kijkje, heel subtiel, even goed toch dit even scherp houden. Je had het ook zo grof kunnen doen als dat. Dat dak is hier prachtig mooi, een beetje opgelost nee, in die lucht. Ik heb ook bewust aan, ik wil zo snel mogelijk een doek maken, maar ik moet toch een paar plekken moet even dat scherp maken. Van dat zijn... Ja, mooi die afwisseling dan hoor. Dat is dan een hele goede overweging. Want als je het overal op deze lossige manier doet, dan wordt het ja, heel wollig. En nu die afwisseling is tussen wollig en snel eventjes de lucht in toetsen en het scherpe, dat maakt het inderdaad in combinatie dan met die staat hij wel aangeladen. Sta ik gewoon verlult? Nee, een beetje verlult. Huh? Nee. Nee, alsof ik gewoon al 4 jaar voor niks zit. 14 jaar. Niks te evalueren. Ik heb een noordkamer gehad. Deze vond ik qua techniek en hoe je het opbouwt wel mooi. Je weet niet eigenlijk wat je moet doen. Tenminste, kwam je onbeslagen ten ijs en ja, wat ga ik... Ja, precies. Nou ja, ik heb je dit niet eerder zien doen op deze manier. Je hebt gewoon zeg maar een half blad wat je dan beschildert. Mm-hmm. En af en toe vouw je hem weer om. En ontstaat dus een stempeltechniek. En die twee werelden, ja, het verrast jou waarschijnlijk ook. Ik denk, hé, als ik nu weer dit doe, en klap me terug, hé, wat ontstaat daar? Ik heb er al over gedacht, van ik ga dat eens proberen wat er gebeurt. Ja. Nou, ben je iets tegengekomen en denk ik, hé, dit wordt misschien mijn nieuwe richting? Of zeg je van, je anders naar... maar wel effecten die je ermee bereikt. Hè? Als je dat dus afdrukt, dan dempt dat op het origineel weer een beetje. Je krijgt wel bepaalde effecten daardoor. Ja, die je alleen met de kwast niet op die manier zou krijgen? Niet helemaal, nee. Wat nog zou kunnen is die twee werelden verenigen. Dat je deze bijvoorbeeld nu weer eens een keer andersom. Dus dan ga je hier schilderen en die druk je hier weer in af. Dat zou weer een volgende stap kunnen zijn om het creatieve proces weer in te gaan. Ja. Leuk bij deze is dat met jouw andere schilderijen qua het onderzoek van archeologische oude gronden wel een beetje overeenkomt. Nou, ik vergelijk het al een beetje met Redon.
de manier van de toets aanbrengen. Ja, ik vind het wel heel mooi hoor. Over elkaar, hè? Wat zeg je? Laagjes over elkaar, iedere keer weer ertussen, ja. Je erover. Ja. Nou, het mooie vind ik van zoiets als dit, het, door de horizon, door het bosachtige, maar ja, het interpreteer je allemaal vanuit je programmering, ik dan. Klopt wel, ja. Is dit een riviertje of een meertje, bedoel ik? Meer, zoiets. Ja. Alleen, het laat ook weer genoeg los om net je eigen landschap, of je eigen Schotland, of je eigen, Sardinië, weet ik wat, ervan te maken, Sardinië, als je het niet hebt, maar ja. En daarmee maak je het toegankelijk voor meerdere mensen. Mm. Zo voelt het voor mij een beetje. Kun je nog wat verder mee doen, qua thema of zo? Of heb je zoiets van, nou, ga je door met de stempeltechniek of ga je door met zo'n soort landschap? Misschien achterom? Allebei wel, ja. Of het abstraheren. Het is wel te combineren. Ja. Deze. Een beetje hetzelfde, in die zin wel een soort landschap als aanleiding. Alleen, dan begin je te schilderen en dan denk ik van, ja, wat wil ik eigenlijk met het landschap? En dat was prima, hoor. Dus dan is dit wat er ontstaat. En dan door een gesprek of door externe prikkeltjes even, kom je dan dat kleur eigenlijk wel jouw ding is wat je wil. Vind je dat ze voor jou elkaar versterken of dat ze iets toevoegen? Of? Ja, ik vind wel dat iets toevoegt. Horen ze bij elkaar? Dat bedoel ik misschien. Ja, die horen zeker bij elkaar. En eigenlijk zou er nog eentje bij moeten, die dan nog weer wat naar de beleving. Geabstraheerder is. Oké, vanaf dat naar dat naar dat heb je wel een soort abstraheringsproces. Ja. Dat er nog wel meer uit het landschap mag getrokken worden. Ja. En wat wil je er dan mee uitdrukken? Er hoeft niet meer landschap te zijn? Nee, het hoeft uiteindelijk geen landschap meer te zijn, maar het is wel wat inspireert. En ik merk dat kleur, luchten en water wel steeds terugkomt. Ja. Ja, maar dan zijn het dus nog landschapselementen. Ja. Alleen dan kun je met kleuren al volstaan om daar dan wat je ermee wil uit te drukken. Dus dan hoeft het al niet meer zo'n kustlijn te zijn, dan hoeft het niet meer een horizon te zijn. Dan mag het misschien alleen maar drie kleuren op een rijtje zijn. Bijvoorbeeld. Maar zo ver ben ik nog niet, maar dat is wel wat ik merk. Ja. Nou ja, dan kom je bijna bij een beetje rotko-achtige compositie misschien terecht. Zou ook kunnen dat je daar terecht komt. Who knows? Of bij... Weet je, die man die ooit gerestaureerd is? Newman. Hoe zo vreemd, Yellow and Blue? Yes. Newman. Ja, Newman, ja. Als je de derde zoekt en je doet dit. De derde? De derde, je wou een derde. Oh zo. Nou, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. Ik vind het goed. De lucht. Ja. Het land. Nee, maar ik vind het mooi, dit soort invalshoeken. In principe ben je daar ook wel een beetje naar op zoek. Ja. Door je zegt zelf dat je thuis aan het rommelen bent en eigenlijk wel uit huis wil om af en toe even geïnspireerd te worden. Dit is dan zo'n inspiratie. Ik heb zelf ooit bij de kunstverlener wel zo'n opdracht gehad voor kinderen die langskwamen. En dan had je twee schilderijen die dan willekeurig gewoon op een rij zetten. Want het was gewoon open dag en dan moest je een opdracht aan die kinderen dan geven die er ook even waren. En maak het derde schilderij. Het wordt een soort stripverhaal eigenlijk. Precies. Alleen dat waren meestal figuratieve dingen. Er stond een mannetje op en bij die ander stond een auto achter iets. En dan die kinderen maar. Hier gaat het echt... deze, maar hij staat nu op de kop natuurlijk. Dat is niet de bedoeling. Ah, nee, dat is ook goed. Geweldig. Ja. Ik vind het wel een sterk beeld, ook qua, inderdaad, daar heb je misschien wel bijgezocht, want hier gaat het opeens veel sterker over kleur. Dit zijn al hele mooie, sterke, felle kleuren, heel zuiver gebleven. En niet saai in die zin, want je hebt gedurfd met de kwast van alles te experimenteren. Heel dekkend werken. Wat vervagende streepjes doen, heel soft werken, heel fel werken en eigenlijk alle kleuren niet, de gele ontbreken een beetje. Ja, gekke geel is altijd iets, soms denk ik wel eens van, zou best een beetje geel in kunnen, maar... Nou, dat was hier ook de moeilijkheid, en geel is gewoon een moeilijke kleur om dat achteraf dan aan te brengen, omdat geel die we hier hebben in ieder geval transparant is. Geel is echt een, ook niet mijn kleur, maar soms denk ik... Als ik het wel eens doe, dan denk ik toch wel, soms voegt er ook wel op toe. Hè, maar... ja.
Nou, mooi vind ik ook wel dat, ondanks dat er een best wel tweedeling ontstaat, want het zijn eigenlijk bijna ook weer wat we al eerder hebben geconstateerd bij allerlei schilderijen, dat je er ook twee schilderijen van kan maken. Dat zit hier automatisch al een beetje in. En dan dus iets wat het dan verbindt. Alleen, het wordt als totaal is het wel gewoon fascinerend genoeg en is het ook wel een zelfstandig schilderij. Maar ik hoorde dat het continu voor jou dan. Ja. Het was ook eigenlijk een beetje mijn bedoeling om naar die kant, de oranje kant, en om inderdaad een beetje een tweedeling erin te maken. Hmm. Gewoon intuïtief, niet vanuit een soort basis. Nou, het gaat nu iets meer omhoog. Het wordt wat luchtiger, omdat je met mijn kop doet. Nou, ten opzichte van die, die was later, toch? Ja. Yeah. Ik vind persoonlijk dat je daar veel meer aan het spelen bent. En ik dingen. Ja. Ja. Maar dit, volgens mij was het ook dat je deze elke tijdje links liet staan. Ja. Toen die weer en daarna die weer hebt gedaan. Nee, heb ik niks meer mee gedaan. Nee? Maar want deze voelt voor mij best wel stijf, ja, ten opzichte van die. Ja, ik zelf. Ja. Niet dat daar iets mis mee is, maar het is wat opeens, denk ik, hier zit vrijheid in, zit losigheid, zit speelsigheid in. Het niet weten, maar vanuit niet weten toch loslaten en daardoor ontstaat het schilderij gewoon. En hier wil je eigenlijk best wel veel heel gedwongen, half bijna weer inleggen ofzo. Misschien ook wel zo, hoor. Ja. Het lijkt een beetje alsof die onderste een microscoop van het bovenste is, dat je boven het gebouw uit de verte of zo, maar dat je hier er echt in gaat en dan zie je opeens heel veel meer detail en speelsigheid en zo die je uit de verte niet kan zien, want daar kan je niet, dit is verder weg, ik vind het wel familie van elkaar, het is alsof het een inzoomd is, zo heel erg heel diep ingezoomd op een detail daar. In die zin wordt het wel weer een mooi verhaal en in die zin ook wel weer een mooi thema eventueel uit. Maar ik denk op onderbewust niveau dat het misschien zelfs zo werkt. Ja. Dat je gewoon heel erg daarin bent geweest in jezelf en hebt maar losgelaten en dan wordt het dit. En daarna denk je, wat heb ik nou godsnaam gedaan? Ja, nou dat is het wel een beetje. Ja, ook maar dat je qua presentatie bijna denkt van, dan moet ik toch wel weer iets presentabel waardigs maken. Ja. Oh. Dat is grappig. Ja, dat is het ja. Nou ja, Gonne, dankjewel voor deze aanvulling. Ja, maar je hebt al eerder zo'n opmerking gemaakt. Volgens mij herinner ik me opeens deze wat ook al zo'n oplossende opmerking was. Ja, super. Moet ik zeggen trouwens, tot het laatste moment volgens mij, voordat je het hier neerzette, zat het plakband er ook nog mee, of niet? En je merkt gewoon dat als het strakke randje eromheen zit, dat het veel meer tot zijn recht komt. Ja. En opeens is het dus presentabel waren. Ja, dat vind ik altijd leuk als je dat plakbandje eraf haalt. Ja. Joke, de orchidee toch? Amaryllis. Amaryllis. Ja, ik vind het prachtig. Gewoon ook in zijn transparantie. Jou wordt gedaan enigszins vanuit soort controle wel loslaten hoor, maar dat fijne en dat wat dikkere. Het zit hier ook heel mooi met die hele fijne lijntjes erin. Even weer inkrassen. Alleen jouw kant, geeft je het heel dekkend. Bij jou blijft het gewoon dat hele mooie, fragiele, transparante. Heel mooi het licht erin. Nou ja, daar zet jij mee. Je zei van bij die trap, deze. Ja, dat licht krijg je natuurlijk nooit zo als met een. Als op de iPad, zeg maar. Maar in principe, als je het licht wit gebruikt van het papier, en dat gebeurt met aquarel, dan begint het ook gewoon vanuit zichzelf te stralen, natuurlijk. Ook mooi helemaal in die afwisseling van. Gaat het nog richting meer transparant of niet? Want dit was nummer 1, 2, 3. Hier, dat is. Dan moet het nog minder het beeld zijn, maar gewoon het gevoel van een grote bloem en zo'n. Niet die stelen zo tekenen, maar. Maar schrapen. En dat het dan langzamerhand verandert. Dat het dan de kleuren worden, dat je daardoor het gevoel krijgt van in die bloem te kruipen. Wat je daar nog niet hebt, dat is gewoon. Van de buitenkant en nu zoom je eigenlijk in? Ja.
Een beetje het andersom proces van dit. Ja. Ja, mooi. Ook qua verhaal erbij, 1, 2, 3, het abstraheringsproces. En bijna dan, je bent van de buitenkant die bloem aan het besnuffelen, met name aan die. Daar voel je nog dat je hem ook kunt beetpakken. Hier wordt hij al transparanter en los jij er al in op. En bij deze ben je eigenlijk die bloem geworden, of wordt die bloem jou. Ja. En ben je het binnenste aan het verkennen. Nou, mooi. Nee, maar het wordt nog interessanter, hè? Op die manier dan, zeg maar. Ja. Het verhaal weet ik ook niet hoe dat zit, dus zeg maar. Maar omdat het nu als drie luik bij elkaar, of drie naast elkaar, wordt dat er nog eens een keer uit. Dat is eigenlijk het spelen met dat fenomeen bloem en kleur. Ja. En mooiste toch wel dit soort plekken, die fascineren misschien wel het allermeeste. Ja. Omdat dat het meest over jou zegt. Het meest over laat aan mij om het te interpreteren. Vind ik ook wel even zien, je hebt Job Hansen, ken je die van de ploeg? Groep? Ik was afgelopen zondag bij Rodin. En wel leuk hoor, maar ik vind het ook wel een enorm ego. Van de hand van God heeft hij gemaakt. En hij vergelijkt zich bijna met God, tenminste dat heb ik er een beetje uitgehaald. En al die mensen die zich zo vergapen bij het ambachtelijke. Dus vond ik het wel leuk om bij de ploeg daarna, en dan krijg je dus het vrijere werk. Ja. En ik was daar aan het filmen. En dan zeg ik net even wat harder dan wat ik misschien in mezelf zou moeten zeggen. Van hier kan Rodin nog wat van leren. Dat hoop ik. Alle bewakers op de nek. Ja, daar raak ik ze echt op gevoelig. Ja. Nee, maar Rodin was ook wel mooi. Ook door de geschiedenis die je er ook bij krijgt. Hoe die met zijn modellen omgaat. Hoe die tot bepaalde werken komt, hoe die ook zijn modellen assembleert, zeg maar. Want dat wist ik ook niet, dat doet niet uit één stuk vaak, maar uit delen. En zijn gipsen modellen, en ik denk van, dat is allemaal zo oud. En bewaren maar al die tijd. Dat is allemaal, hoe wordt dat vervoerd naar Groningen? Ja, ja. Ja. Moet je echt voorzichtig mee zijn. Ja. Ja. Ja, maar met heel veel piepschuim en wol en werk, met name bij die gips. Ja, dat is heel, ja, dat is heel kwetsbaar. Deze, wat ik grappig vind, want het wordt dus geabstraheerd eigenlijk. Het is al bijna abstract, omdat je op die manier een trap zeg maar fotografeert. Dus die foto is al geweldig qua abstractie. En dan ben je aan het aquarelleren. Wil je dan die trap ook pakken? Of zeg je van, het mag ook echt van die trap af, nog een keer weer een stapje verder? Ja, een beetje de diepte erin brengen. En ja, toch wel. Ja, omdat verschillende kleuren gebruiken, heel genuanceerd. Nou, het ontstaat vind ik wel enigszins, met name hier. Alleen ik zie bij jou toch wel ook dat je die vlakken, ook de structuurtjes hier, structuurtjes daar, structuurtjes hier, die vind je allemaal erg interessant qua individueel vlak. En het totaal pakken van licht donker, waardoor je echt de diepte ingaat als eerste, dat ontbreekt vind ik nog een beetje. En daar zul je wat moeten vernietigen. Bijvoorbeeld dit stuk is qua toon ten opzichte van dit echt donker, hoor. Waardoor het licht hier dan opeens gaat schijnen. Alleen er zit een soort loslaten wat je als vormman eigenlijk liever niet wil. Ik herken dat wel. Ik ben zelf ook wel een vormman eigenlijk ooit. Alleen dat weer vernietigen van dat wat je ziet van de buitenkant. Ja, dat is voor mij wel een belangrijke geweest. Of in ieder geval in tonen denk ik. En niet in kleuren of niet in structuurtjes van elk individueel. Het kan trouwens ook weer een prachtig thema zijn. Dus, maar ik vind hem in die zin geslaagd. Maar dan juist door die afwisseling van allerlei dingen. En het gaat niet meer over diepte. Of over lichtdonker van een trap afgang. Trap afgang? Ja. Maar dat klopt nog. Ja, maar een trap die afgaat. Nee, toch, je hebt een trap. Nou, zo. Dus dat zou ik misschien nog wat een soort keuze in maken. Of je gaat richting het spel van de individuele vlakjes en het abstraheren. Of je gaat richting dat het een diepte moet krijgen. Deze. Ja, daar hoort eigenlijk nog een beetje verhaal bij natuurlijk, van jou. Ja, daar kan heel veel verhaal bij. ja goed, dit is ook een soort Zwitser obade misschien, of noemen we dat? Dit obade. Er zit iets bij van de sneeuwlozigheid van Kees. Sneeuw en groen en wit, zijn de sneeuwdingetjes. Het was oorspronkelijk, ik ben begonnen met iets wat op de zolder lag en dat geverfd, maar dat kon niet in één keer even krijgen, dus toen ben ik maar doorgegaan met wat er was. Dus daar zijn wat kleuren uit ontstaan.
die koetjes achter elkaar, het is heel appenzellerig. Dat is ook een heimweegebied van mij in Zwitserland, waarbij je gewoon heel simpel, naïef, koetje, koetje, huisje, koetje, koetje. Dit is een soort bandje, maar dan met echt koetjes die ze op allerlei traditionele kleertjes hebben. Nou goed, dat is dus daarmee en een beetje spelen met kleur en vorm. En ja. Maar gewoon ervoor gaan en maar doorgaan en niet verzinnen. Zoiets zat erbij. En niet verzinnen? Nou ja, niet heel erg verzinnen. Niet heel erg. Want dat was dus iets dat inderdaad, ik kom en ik moet een thema, dat heb ik niet. Dus ik ben maar gewoon begonnen. En. Maar gewoon gedaan met wat er was. En toen kwam het sliertje, tegen dat Joke met iets dunners bezig was. En ik dacht, oh wacht even, iets dunners. Oh ja, dat kan ook. En toen kwam het sliertje tegen, toen moest ik aan die koetjes denken. En, ja, ja, oké. Okay. Wat ja, op je pad komt tijdens het proces, dat gebruik je. Ja. En daar probeer je. En toen op, en nu was het iets van sneeuw, wel sneeuw, geen sneeuw. Het lijkt een beetje op het groen-wit. Rood-groen, dat waren de kleurtjes van de. Ik heb in het begin, waar ik toen in Zwitserland ging wonen, ergens gewoond, waar de directeur van de soepfabriek, die had dat kasteeltje ter vervoering gesteld. En dat, op het Hugli was dat. Dat kennen jullie hier misschien van Vicuillon-blokjes. Dat was een rood-groen ook. Dus een rood-groen zit erin. Ja, ik kan het als een soort Zwitserland herinnering iets. Rood van de Zwitserland. Tomatenvlag, ga je ervan maken met die witte strepen. Oh, ja. Oké, okay, nu de buiten staan. Grappig, hè? Nou ja, maar eigenlijk vind ik het wel grappig hoe je dat dan bijna ook bijna moet uitleggen. Niet. Want nu het zo zegt, doet het ook bijna denken aan een album uit een plakboek van een tocht die je net hebt gemaakt. Omdat het zo duidelijk gaat van nou, dit en dat, dat zijn elementen die ik later heb toegevoegd. Kijk, normaal gesproken zou je bij een collage zeggen van dat los ik wat meer op. Ja. Maar bij jou zijn het echt wel echt zelfstandige elementen geworden, net als een foto in een plakboek. Mm-hmm. En dus wordt het verhaal erbij misschien wel ook belangrijk. En zou je het verhaal misschien bijna als letters om het als collage ook tot zijn recht toe laten komen, bij kunnen schrijven. Ja. Omdat het normaal gesproken als zelfstandig beeld, zou je dit meer oplossen. Dan zou het groen bijvoorbeeld ook hierheen gaan. Ja. En dan krijg je opeens dat het minder de collage-achtige elementen. Ik dacht eerst nog sterker, zat een hele witte randje omheen. Daar dacht ik, nou, dat is zo'n sneeuwrand. Nee, wacht even. Ik ga het een beetje meer erin stoppen. Ja. Zo. Maar volgens mij wel een heel erg inspirerend ding voor weer een soort deelthema daarna. Het valt er hier vanaf uit te halen. We hebben het eerder gezegd, ja, het wordt heel lang, nu. Ik zie al mensen weg. Ben je helemaal meer tijd nog? Volgende keer moet je ook maar zeggen van land, ik schiet er even op. Want ik voel dat ik soms ook wel te lang bij u blijf staan. En nu ga ik ook hier heel lang blijven staan. Nee hoor. Wat wil ik nog zeggen? Nou, weet ik ook. Dus. Iets over die. Ja, een bronschilderij. Dat ook zeggen. Dat het gewoon, omdat het ook voor jou een heleboel elementen bevat, wat je dus nu allemaal uitlegt. Achteraf, hoor, als je naar kijkt, denk ik, oh, nou, als ik hier een verklaring gegeven, kan ik dat. Maar het is niet met dat idee gemaakt. Nee, maar nu gaan we het over bijvoorbeeld wat hier dus ook staat, het inzoomen, uitzoomen. Uitzoomen, inzoomen. Dit is een soort uitgezoomd verhaal waarin alles wat je als herinnering had, opplakt. En nu moet je misschien op bepaalde gebeurtenissen inzoomen die hier nog in aanwezig zijn, waardoor het allerlei deelthema's oplevert. Deze. Ik vind het wel echt een mooie kudde geworden. Schapen. Ja. Het contrast wat hierin zit, is dat het bijna een soort zwevende kudde is. Ja. Omdat er geen schaduw in het land is gezet. Dat geeft het, vind ik, ook gelijk wel weer zijn eigen bestaansrecht. Er is zelfs een kunstenaar die op die manier met bijna opplakplaatjes in een landschap-achtig schild, zeg maar. Want die kudde is bijna, als je die uit hebt geknipt ergens van een andere en die heb je hier opgepakt, zou ik je ook geloven. Het integreert niet echt nog met de kudde. Het is ook gelijk de kracht, zeg maar, of met het landschap. Het is ook gelijk de kracht, hoor, dat het dus juist zo expliciet is gedaan als één vorm. Die ook nog eens een keer in dat strakke landschap aan het grazen, of naar grazen, aan het lopen is. We zijn ook verbaasd dat het zo'n abstract landschap is. Ja. Ja. Waar zijn wij nu beland dan? Hier kunnen we geen individuele glaskoetjes. Maar wil je dat nog verder uitwerken? Of zeg je van nou, hier zit dat thema ook in? Van het toch wel dat meer uitgewerkt, ook qua stoffendruk. Het is ook wel echt goed wol geworden. En het wat meer geabstraheerde landschap.
Nou, ik denk dat ik misschien de volgende keer toch gewoon één schaap ga nemen. Oh ja. Ik ben de hele tijd aan het struggelen geweest met van hoe krijg ik nou dit als schaap? Hoe wordt het nou een schaap? Ja. Maar ik vind het ook een mooie minimale middelen hoe je die kopjes pakt. Ja. Ook gewoon niet te veel willen uitwerken. Ze krijgen ook eigenlijk wel een eigen individuele kracht. Ja, het is een beetje een soort dubbel schilderij. Je kan dus wat loslaten en aan de andere kant pak je ook wel weer echt stof en stofuitdrukking zeg maar, van de schaap en de vorm. Ja. Ja, dat is het dubbel in mij, want ik wil wel wat loslaten, maar dan uiteindelijk ga ik toch weer punteren. Ja. Nou, dit was het volgens mij. Mag we maar ik binnenkort even weer over of iets ook te lang duurt dan. Maar dat. Wat zeg je? Dat kunnen we nu wel zeggen. Dat is al te lang dus. Ja. Nee. Nou.